Hallo lieve boogschutter, welkom bij jullie maandreading voor de maand maart. We gaan dadelijk eerst weer beginnen met twee overal energiekaartjes en vanuit daar gaan we kijken wat er voor jullie op tafel mag komen. Kijk dadelijk even of dat de video met je resoneert. Mocht het niet het geval zijn, kijk dan even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Ik zal beneden in de beschrijving een linkje zetten hoe je dit uit kunt rekenen. En mocht er wel stukken met je resoneren, neem dan alleen het stukje wat voor jou passend is. Maar ga het niet passend maken. Samen creëren. En de waarheid. Oké. Je komt steeds meer in verbinding te staan met je innerlijke stem. Je krijgt die kracht ervoor. Er zit een bepaalde snelheid in. Je hebt een bepaalde wijsheid ontvangen. Dat je dus toch echt wel die samenwerking aan moet gaan om verder te kunnen gaan verlichten. Daarvoor is het wel belangrijk om je eigen masker die je in het verleden best wel vaak opzette om bepaalde stukken van jou te beschermen, los te gaan laten. Het voelt voor mij wel dat je dit in gaat zien, dat nu de tijd ervoor is gekomen om hier ook in te gaan groeien. Dat je dit masker los mag laten, dat je je eigen mag ontwikkelen, dat je je eigen mag ontplooien, ook naar de buitenwereld toe. Dat je die innerlijke liefde mag gaan ervaren. Je hebt heel veel wijsheden al in je zitten, alleen er is nog een klein laagje wat afgepeld mag worden. En dat is ook een stukje angst wat misschien meespeelt om in een beeld te kunnen gaan komen. Het voelt voor mij dat je een beetje iemand bent die heel erg op de achtergrond wil zijn en niet echt in de spotlight wilt komen. Maar van de andere kant, het is wel jouw tijd ervoor om hier nu iets mee te gaan doen. En door deze verbinding aan te gaan met de bron of met het universum, hoe jij dit dan ook noemt, dan zul je merken dat er ook echt wel een krachtige samenwerking mogelijk is. En dat je dus ook dieper tot jouw eigen kern kunt gaan groeien om deze waarheid ook in te zien dat dit voor jou gewoon jouw zielsmissie is. Ja, want je zit nou wel op een punt dat je nieuwe stromingen naar je toe kunt gaan halen, omdat je best wel een bepaalde stabiliteit al hebt gecreëerd. Maar het is dus belangrijk om wel die samenwerking aan te gaan. Want alleen door die samenwerking aan te gaan, kun je de blokkades doorbreken. Deze blokkades zijn er dus, wat ik al eerder zei, het kan dus zijn dat er bepaalde angsten spelen, stukken zijn waardoor jij dus niet echt in de buitenwereld in zicht wil zijn. Dat je een introvert persoon bent die dus niet echt in die spotlights wil staan. Dat je dus wel een bepaalde basis hebt in jezelf. Hoe kan ik dat verwoorden? Het voelt voor mij dat jij heel veel kennis hebt wat je met de wereld mag gaan delen. Alleen door dit stukje durf je het op de een of andere manier nog niet. Omdat je het gevoel hebt van ja, maar ik hoef niet in de spotlight te staan. Maar je mag gaan shinen, want het is jouw tijd om als persoon nu deze informatie de buitenwereld in te gaan helpen. Dus mocht jij het gevoel hebben van oké, dit spreekt mij heel erg aan, ga dan die verbinding aan, ga die samenwerking aan. Er zullen mensen op je pad gaan komen waar jij gelijkgestemdheid mee hebt. Bouw het langzaam op. Wil niet zeggen dat je in één keer met je hoofd zo in één keer zo op YouTube of op de tv hoeft te komen of wat dan ook. Maar laat je stem wel klinken. En vanuit daar zul je nieuwe stroming mogen gaan voelen. En zul je ook anderen kunnen ondersteunen daarin. En dan heb je zelf nog niet in de gaten dat het gebeurt. Want het is heel lang geweest dat je zelf in dat gevoel hebt vastgezeten. Maar hier ben je helemaal uitgekomen. Je kunt hier verder uit gaan groeien tot een heel mooi krachtig persoon. Zelf zie je dit alleen nog niet helemaal in. Maar dit ga je wel inzien. En dit is een stukje waar je zelf een beetje in voorhoudt. Jij ziet niet in wat anderen zien. Je hebt een bepaald beeld van jezelf en van je kunnen, terwijl anderen dat niet omgevormd zien. Die zien die puurheid wel en jij draait er een beetje een andere wending aan en maakt het kleiner als dat het is. Kun je me daarin volgen?
Dus stel dat jij iets in elkaar knutselt of iets moois, creatiefs maakt. En je vindt het zelf normaal. En de ander zegt, wauw, super gaaf. Oh, dat kan ik echt niet. En dan je denkt van, ja, maar dat is toch normaal? Dat is jouw normaal. Maar het is niet normaal voor het grootste deel van het collectief. Dat jij dit zo kunt. Dat is een gave wat je hebt. En dat mag jij in gaan zien. Dus dit is een voorbeeld. Het kan natuurlijk ook zijn met hele andere dingen. Hè? Dus kijk wat voor jou ja, het beste past. Maar weet wel dat je heel veel in jouw mars hebt. Dat je heel veel mogelijkheden hebt. Heel veel kunnen. Alleen jij ziet het zelf nog niet in. Maar sta je dadelijk meer in verbinding met de bron. Met je innerlijke stem. Ga je inzien dat bepaalde... Dat je daarin mag gaan groeien. Dat je die samenwerking aan mag gaan. Dat je die stabiliteit voor jezelf nog verder kunt optimaliseren. En dat je die blokkade daadwerkelijk ook met het inzicht over hoe jij in het leven staat. Dit ook verder kunt gaan doorbreken. Hier hoef jij niet in te blijven zitten. Dit komt omdat jij in jouw kracht gaat staan. Je gaat die mannelijke energie weer tot je nemen. Je gaat die blokkade doorbreken. En je hebt alle tools in handen om dit ook te doen. En het kan zijn dat je af en toe dan een beetje zelfverzekerder mag gaan zijn. Je mag meer je energie tonen. Want als jij in jouw kracht gaat staan, is er daadwerkelijk een mogelijkheid, moet hij op kop, dat jij, dat er iemand richting jou kan gaan komen. En dat wil niet zeggen dat het per se gelijk op liefdesvlak is, maar het is wel iemand die dieper in zijn gevoel zit, bepaalde spirituele roots heeft, weet wat hij wil, bepaalde doorstromen aan het maken is, waar jij dus een bepaalde samenwerking wellicht mee kunt gaan creëren. En dan zul je dus uit een bepaalde situatie kunnen gaan stappen. En dat is een stukje comfortzone waar je dan uit kunt gaan stappen. Dan zul je merken dat je daar niet meer last van hoeft te hebben. En dat je dus daadwerkelijk de harnas af mag gaan gooien. Om dieper tot jouw kern te kunnen gaan. Maar ik zie dus wel hier een bepaalde samenwerking liggen. En die samenwerking wil niet zeggen dat je gelijk in één keer een bedrijf moet gaan openen. Of wat dan ook. Maar het is wel waar jij succes mee zult gaan hebben. Deze verbinding is er dus voor om jou nog verder te kunnen laten groeien. Het geven en nemen is in deze verbinding in balans. Je stabiliteit krijg je daardoor terug. Ga je dus ook die blokkades opheffen. En dit zal langzaam gebeuren hoor. Het is een laagje wat langzaam afgepeld zal gaan worden. Maar doordat dit langzaam gebeurt, groei je er ook beter in. En zal die stabiliteit alleen maar groter zijn. Mag ik nog iets weten over die samenwerking? Het voelt voor mij als gelijkgestemde. Iemand die jou leert om niet te veel in jouw hoofd te zitten. Om daaruit te gaan stappen. Om bepaalde patronen te doorbreken. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het een coach is. Of iemand die in jouw leven komt. Die jou daarin zijn of haar levenslessen verwoordt. Waardoor jij weer tools krijgt om hier iets mee te doen. Maar weet dat dit nu gaat komen omdat jij het laatste stukje tot heelheid mag gaan ontwikkelen. En daar is dat stukje waarheid, eerlijk zijn naar jezelf en het stukje masker mogen daar dus in meegenomen worden. En daar kan deze persoon jou bij ondersteunen. En dit is niet iets wat ik voel als liefdesvlak hoor, totaal niet. Dit is echt op eigen ontwikkeling. En dan zul je ook merken dat het voelt niet echt een heel zwaar torenmoment. Maar dan ga je wel merken dat er een hele cyclus afgesloten kan gaan worden. Waar je heel lang in hebt gezeten met dat masker. Dan zul je bepaalde patronen weten te doorbreken. En het voelt voor mij niet dat dat als een hele zware last is. Maar het is wel dat er het in boem bats in één keer het kwartje valt. En één keer is dat moment daar dat jij die verlichting kunt gaan ervaren. Dat je voelt van oké, ik heb dit in mijn systeem heel lang vastgezet.
Ik weet nu hoe ik ermee om kan gaan. De zaadjes die je hebt geplant, die zullen dan ook langzaam geoogst gaan worden. En dan zul je merken dat al dat werk het niet voor niets is. Want het gaat verder doorgepakt worden. En dan kun je ook weer eerlijk zijn naar jezelf toe. Kun je bepaalde knopen door blijven hakken. Keuzes maken. En alhoewel je nog een beetje wankel op je benen staat met deze nieuwe waarheid, deze nieuwe wereld, is het wel zo dat je de kracht bezit om hierin door te gaan pakken. En doe dit gewoon vooral stap voor stap. Want het is niet zo dat je in één keer kunt rennen of galopperen op een paard en in één keer boem wat keisnel vooruit. Want dan zul jij die stabiliteit niet blijven behouden. Hetgene wat belangrijk is om het stap voor stap te gaan doen. En elk stapje wat je maakt ook stabiel neer te gaan zetten. Dan voorkom je dus dat je tenminste zo min mogelijk terugvallen gaat krijgen. En een terugval zul je altijd wel een keer krijgen, want dat is het leven. Je krijgt je levenslessen en dat zal altijd een punt zijn. Maar dan zal jij het eerder doorzien en zul je het weer om kunnen buigen naar het juiste. En dan zul je ook merken dat jij je eigen waarheid mag uit gaan spreken die wel werkelijke waarheid is. Dus als je je eigen ander beeld voorspiegelt als dat de werkelijke waarheid is, dit ga je zelf voor doorzien, dat dit niet meer hoeft. En dat zal nog wel lastig zijn, maar jij weet wel de juiste snaren te raken. En vanuit daar zul jij veel puzzelstukjes neer kunnen leggen. Dus lieve boogschutter, voor nu is dit in ieder geval jullie maandreading voor de maand maart. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!